Graag een warm applaus voor Athos Bure. Zet u? Merci. Zeg eens iets in je microfoon. Goedenavond. Ja, Athos, vertel het maar. As it never was. Waarvan komt die titel? Wel, ze hadden mij gevraagd om iets te doen met een hele grote collectie postkaarten. Dat ze de SeaMind, het cultuurcentrum. Ja. En die postkaarten omvatten 150 jaar geschiedenis en verleden van deze stad. En ik was aan het zoeken wat ik ermee kon doen. En na lang ernaar kijken en nadenken, kwam ik eigenlijk tot de conclusie dat postkaarten staan voor zowel toerisme als voor een stuk geschiedenis van de plek, de locatie. En het leek mij het perfecte idee om dat samen te vatten in een hotel dat ik nagebouwd heb in mijn atelier, dat hier ook ooit gestaan heeft, maar dan de fictieve versie, omdat een hotel een plek is voor toerisme en de mensen van de stad zelf elkaar ontmoeten. En dat er ook wat kan reizen door de tijd. We hebben het opgebouwd in 1860 tot de toekomst. Dus je kunt door al die stappen van al die verhalen gaan dat er ooit geweest zijn en ze zo proberen weer te geven. En waarom dan toch never, tussen aanhalingstekens. Dus ja, het is een groot verschil tussen never en ever. Ja, natuurlijk. Wat je vertrekt van de verhalen dat je weet, of de gebeurtenissen dat je overleest, maar je interpreteert ze op een andere manier en geeft ze weer op een andere manier of gevoegt er dingen aan toe. Dus sommige dingen zijn relatief waarheidsgetrouw, andere zijn via associatie helemaal erbij verzonnen. En je kijkt ook naar een beeld zonder dat je eigenlijk weet over dat per se gaat. Dus je maakt er je eigen verhaal van en dat verhaal maak je dan nog een keer opnieuw. Dus vandaar het is zo'n beetje het magisch-realistische van het verleden dat we namaken. En wat we hier zien, zijn eigenlijk jouw eigen interpretaties vanuit dat hotel dat ooit bestaan moet hebben, maar dat jij inbeeldt in jouw atelier. Ik had zo voor mijn eigen hele lijst gemaakt met gebeurtenissen dat ik interessant vond om weer te geven hier. En dat ook representatief waren voor de stad dat ik vond. En die moesten er sowieso in. En anderen heb ik zo'n beetje meer verbloemd of iets verder weg vertrokken van dat idee. En andere aspecten heb ik gewoon toegevoegd. Of soms komt er gewoon zo een ander verhaal in je hoofd plots dat je naar iets kijkt dat er helemaal niks mee te maken heeft, maar dat toch zo'n beetje dezelfde elan blijft. Liet de stad Gent jou hierin dan heel vrij? Of Gent, zeg ik, Genk? Of keken ze echt over jouw schouder mee om te kijken van ja, klopt dit eigenlijk wel? Ik heb ook heel veel raad gevraagd aan de mensen van hier. En iedereen heeft ook... het is een heel dankbaar dorp. Heel vriendelijk volk en ze helpen allemaal graag en iedereen heeft zijn verhalen. Dus ik heb geprobeerd om er wel redelijk dichtbij te blijven en zoveel mogelijk die hulp ook te aanvaarden. En bijvoorbeeld al die oude mijnspullen heb ik van zo een man die zijn eigen museum heeft in of. En zo van die dingen. Ik vind het tof dat zo dat wel blijft kloppen, dat over Henk zoveel mogelijk blijft gaan. Ondanks dat ik het in Antwerpen heb nagebouwd. Ja. Maar ja, de landschappen heb ik wel ook grotendeels hier. Shoot, natuurlijk. En je zegt, het gaat over situaties die ooit hebben voorgevallen. Kan je daar dan bijvoorbeeld dit beeld, we staan hier nu bij stil, kan je ons dan meenemen naar welke situatie dat het refereerde? Of is het nooit zo één op één? Want dit is iets ruimer, omdat er gewoon, het was voor dat ze mijn verleden had, stond ook bekend als kuuroord en daarvoor stond bekend als plek waar alle kunstschilders het landschap kwamen schilderen. Dus het heeft zo heel veel facetten in een tijd door meegemaakt. Ja. En deze is gewoon de referentie naar het kuuroord met dan de humoristische jaren 20, eerste solarium-vibe, dat ik er een beetje op toegepast heb. Want de beelden die je nu ziet zijn ook allemaal chronologisch in tijd dat ik ze even getoond heb. Dus hier zitten we zo in de jaren 20, 30. En zo blijft het zomaar evolueren naar de toekomst.
En ik vond het ook tof om die kamer te laten transformeren en moderniseren en aanbouw dat erbij komt. En alle typische dingen van vernieuwingen, dat we eigenlijk niet meer bij stilstaan, maar dat wel eigenlijk als een shock kwam op dat moment. Zoals ja, de typische mijnwerker heb die er natuurlijk nu op dit moment. Maar dan ben ik meer aan het wegdromen dat hij na zijn uren zo'n gat maakt in de muur en op zoek gaat naar diamanten die hier wellicht ook zouden kunnen gevonden zijn. Zodat hij te diep aan het zoeken was in de muur. En dan komt hij bij de mijntrol uit die de diamanten zelf opeet. Dus soms ben ik zo'n beetje aan het afleiden. Maar het vertrekt wel vanuit de essentie van de mijnwerkers en mijn authentieke helmen van... Ja. Waarom wilde je dit project per se doen? Want je bent niet van Genk. Het vraagt heel veel research. Ja, maar ik hou van dat proces van onderzoek en research. En het leek mij een heel fascinerende kans om een keer zoiets met heel veel verhalen proberen samen te steken. En ook weer een tijd ervoor pakken om er lang aan te werken. Want het was toch een jaar en een half, denk ik ongeveer. En het heeft ook iets heel antropologisch. Gewoon. Veel dingen zijn universeel voor de geschiedenis, allee, de moderniteit van ons leven. En andere dingen, like hier, zijn meer specifiek, gelijk dat beeld met het krokodil, omdat er zo was hier. En zijn dit allemaal modellen of zijn dit Genkenaars? Er zitten een paar Genkenaars tussen. Vooral in de landschappen zijn het veel Genkenaars, maar omdat het in Antwerpen was, heb ik ook vooral in mijn vriendenkring moeten uitputten, wat dat wel makkelijker was. En dus ja, die zijn allemaal kennissen. Ja, en je zei, ik heb dit allemaal moeten opnemen in mijn studio, in mijn atelier. Maar ja, dit zijn waanzinnig geregisseerde foto's. Hele, ja, dat is moeilijke, wel eigenlijk. Ja, moeilijke decors. Hoe begin je daaraan? Persoonlijk hou ik wel van... Van gelijk, ik maak graag decors, ik maak ze ook niet alleen natuurlijk. Mijn broer en nog iemand hielpen mee. En ja, verschillende mensen helpen af en toe mee. Maar het is gelijk dat je zoiets boetseert uit klei bij een decor. Je hebt wel je oorspronkelijk idee wat je had boetseren, maar dan zijn ze bezig en dan blijven ze maar veranderen. Wanneer je plots ziet van, ah, dat is wel wijs, die kant ook opgaan. Misschien moet ik nog een beetje meer langs die kant verder uitbouwen. Het komt ze gewoon allemaal meer tot stand door ermee bezig te zijn. En dan soms gaat je naar een nieuw verhaal op die manier. Allee, ja. Je krijgt ideeën door er zo in op te gaan. En dat vind ik ook wel tof eraan. En ook gewoon zoeken, als het de juiste props en al, dat allemaal klopt. Daar hou ik wel goed op. Niet moeilijk dat je daar anderhalf jaar aan gewerkt hebt. De foto's zijn ook heel mooi opgebouwd in voorplan, middenplan, achterplan. Ja, bijna verwijzend naar de schilderkunst. Maar het was wel iets moeilijker om zo goed licht te krijgen. Zo'n decor dat ik achteraf pas door had, omdat je maar met weinig ramen zit. Dan plots bedacht ik van, wow, deze is de belangrijke lichtbron, maar dat is niet genoeg. Dus dat was nu wel een aspect dat ik... Allee, ik kon niet echt zonder dak werken. Ik weet eigenlijk niet hoe ze dat altijd doen op van die filmsets op die manier. Want soms zie je ook wel een dak, maar hoe komt het licht dan aan? Licht is altijd het moeilijkste, eigenlijk. Nee. Maar het is niet zo dat jij iets met schilderkunst hebt? Ik heb het gestudeerd. Ik heb alle lessen eromtrent gehad van compositie en al. En dat heeft wellicht wel geholpen. Ja. Ja, dat kreeg je inderdaad niet in fotografie, denk ik. Nee. Maar het is ook heel technisch, hè, dit? Het is een beetje geoefend, zodat je... Het is altijd opnieuw zo zoeken totdat iets lukt. De meeste mensen zeggen mij dat toch. Wat buiten die man van het filmpje, die had precies wel een hele grote technische bagage, maar meestal probeerde, vertrekkend van de dingen dat je weet, om uit te zoeken wat je wilt. En je blijft zoeken totdat het lukt. En in dit geval helpt het dat het een studio is en dat er ook niet echt een tijdsdruk achter zat. Ik kon blijven zoeken totdat mijn licht perfect was en dan pas de modellen laten komen om wat te kunnen spelen. Dat is wel een luxe dat je niet altijd hebt en dat ik probeer te benutten heb. Gewoon blijven oefenen, kijken naar de dingen, reageren op elkaar. Met alle soorten licht.
Heb je eigenlijk een idee van de reacties van de bezoekers hier in SeaMine? Ze lijken wel enthousiast. Het is nog... Well, ik heb nog niks grof gehoord, echt. Maar je kunt zelf ze biedt gaan beschouwen als je niet geweest bent, want het is nog open eigenlijk. Ja. In de pauze. Ja, ja, fantastisch. Zeker doen. Je hebt ook een mooie publicatie gemaakt. Ik ga ze even tonen, want ook dit heeft hij groots opgevat. Dit is A3-formaat. En de tentoonstelling loopt af op zondag, maar deze publicatie is ook voor de eeuwigheid. Heb je die self-published of hoe heb je dat aangepakt? Het is van SeaMine uit, worden we een catalogus nog maken van alle werken. Ja. En het is altijd wel tof om zo een boekje te hebben uiteindelijk. Anders, want het is ook zo specifiek op deze stad gemaakt. Het is niet dat ik ergens anders kan gaan reizen of zo. Dus ik vind het leuk, aangezien dat het echt een reeks is, dat het ook misschien ergens samen is. Dat. En daarom hebben we zo'n uitgave van, denk 350 exemplaren gedaan. Een op is op. En voor dat formaat... Ik was altijd wel dol op van die grote formaten. En dan heb je ook de mogelijkheid om al die details een beetje meer te kunnen zien. En het is ook vrij tof geprint, vind ik. Hier ergens lokaal. Waardoor dat de kleuren ook schoon intens zijn, zoals dat ik het eraan heb. Dus ik ben er wel blij mee. Okay. Ja, natuurlijk ben ik blij mee. Ben jij ondertussen al met nieuw werk bezig? Inderdaad, maar iets kleinschaliger wel deze keer. Want soms is overzicht ook wel goed om te blijven behouden. En... Je bedoelt overzicht omdat het een kleiner werk is? Ja, kleinere projecten. Deze was zodanig groot dat ik om duur ook een beetje begon te flippen. Van, is het wel volledig? Vertel ik het verhaal genoeg? Gaan mensen het snappen? Zit ik met alle... Maar ik had heel veel ideeën en concepten en kun je nooit alles doen. Helaas. En dat was altijd zo de stress van had wel werken in een expo bij elkaar had kloppen. Ja. Ik heb ook grotendeels gefocust op dat hotel, deze artiest. Ja. Iets minder om de landschappen. En, maar ben er zelf wel content van eigenlijk. Kijk, jullie kunnen zelf oordelen of dat jullie het ook fantastisch vinden en content over zijn. Dank je wel, Athos, om langs te komen. En als je niet content bent, moet je mij niet komen zeggen, subiet of zo. Stuur mij een e-mail. Dank je wel.